Ik ben Dianta Voskuil en ik ben autistisch. In de maatschappij wordt dat vaak gezien als een beperking. Een beperking waarmee je niet makkelijk aan een baan kunt komen. Toch ben ik erachter gekomen dat autisme ook een voordeel kan zijn en dat je juist op je werk er gebruik van kunt maken. Ik ging praten met 4 vrouwen met autisme en een autisme-expert over de verrassende voordelen van autisme op de werkvloer. Ik ga op bezoek bij Jacqueline Rodeburg. Zij is goudsmid en heeft haar eigen bedrijf, Spoonk. Haar detailgerichtheid heeft haar geholpen om een succesvol goudsmid te worden. Ik ontmoet haar in haar atelier. Ik ben Jacqueline Rodeburg en mijn werk is goudsmid. Ik heb mijn eigen bedrijf, Spoonk. En daar ben ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn tijd aan kwijt. Ook omdat het mijn passie is en ik het ontzettend leuk vind. Want ik maak sieraden. Een goudsmid maakt sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen. En daarbij gebruik ik edelstenen en parels. Of niet. Dat is vooral wat... Want ik doe maatwerk. Dus wat de klant zou willen. Ik ontwerp samen. En vertaal eigenlijk wensen in sieraden. Het was mij wel duidelijk dat ik niet naar de universiteit wilde. Omdat ik al genoeg in mijn hoofd zit. En toen ben ik op de jaarbeurs gaan kijken bij de ambachten. En ik zag hier daar goudsmid tussen staan. Ik heb ook gekeken naar mode, houtbewerking en dingen met keramiek. Maar dit leek mij ontzettend leuk. Ik heb hier meteen een proefdag voor aangevraagd. En ik was ook altijd al bezig met kraaltjes en dingetjes. Dus... En kiezen is altijd moeilijk. Maar ik ben het maar gewoon gaan doen en het is heel goed bevallen. Ik begin ergens rond 12:30. En dan werk ik tot 9:00. Soms stop ik eerder. Soms is het ook later dat ik tot 11:00 werk. 'S avonds is het hier rustig. Dus dan kan ik me goed focussen. Ik heb afspraken met klanten, maar daarnaast zit ik ook genoeg achter mijn werkbank. Ik moet mailtjes beantwoorden, foto's maken van als het product af is. Daar zet ik dan iets op Instagram en ook op Facebook. Het komt ook op mijn website. Af en toe krijg ik telefoontjes van klanten. Ik moet prijsopgaves maken. Genoeg dus. Wat haal jij als persoon precies uit je werk? Het blij maken van mensen en het iets... waardevols voor iemand kunnen betekenen, want sieraden hebben vaak emotie of een emotionele lading. Er is een reden waarom iemand iets laat maken. En de laatste tijd krijg ik ook veel vragen voor herinneringssieraden, dus dingen met vingerafdrukken en as te maken. En dat was wel even een omschakeling. Ik vind het nog steeds vreemd om dingen met as te doen. Maar dat is wel extra waardevol. En trouwringen maken vind ik ook ontzettend leuk. En verlovingsringen, geboortesieraden. Dus ja, het heeft alle kanten. Hoe denk je dat de eigenschappen die je door autisme waarschijnlijk hebt, jou mogelijk helpen in jouw werk? Ik heb het oog voor detail. Is altijd goed te gebruiken als goudsmid. Ook het aanvoelen van waar mensen heen willen. En ik vraag mensen, voordat ze bij mij komen, na te denken over wat ze willen. En dan liever in woorden en thema's, maar ook afbeeldingen van vormen, landschappen of dingen die geen sieraden zijn. En dan heb ik ook nodig wat voor stijl ze houden. En met die informatie heb ik vaak binnen een uur... een ontwerpenpapier wat bij hun past en waar ze tevreden mee zijn. En soms is het al binnen 5 minuten. Dus daarin denk ik ook dat ik gebruik maak van mijn autisme. Ja, mensen uit kunnen leggen wat ik precies doe. Mijn eerlijkheid. En met direct zijn, dat is ook weer lastig in mijn werk. Want als iemand met een heel emotioneel verhaal komt en... of met een sieraad wat van opa is geweest of een hele emotionele lading heeft, waarvan ze denken, oh, het is echt goud of het is dit of het is dat.
en ik moet dan vertellen dat het eigenlijk nep is. Ja, hoe verpak je dat? En soms schieten mensen daarin vol of worden ze echt geraakt of worden ze boos of geloven ze je niet. En dat is dus eerst een uitbarsting, noem ik het maar even. Dan moet je eerst iemand rustig zien te krijgen. En elke situatie is een beetje anders. Omdat de ene heftiger reageert dan de ander. Maar ik probeer mensen gerust te stellen op basis van welke feiten ik het vast heb gesteld. Ik probeer het te laten zien en zo probeer ik geloofwaardig over te komen. En de ene die heeft er langer voor nodig om het te geloven dan de ander. En de ene die wil het niet geloven, nou ja, dan gaat hij naar een ander en dan laat hij het ook vaststellen. Maar de manier hoe ik het heb vastgesteld is op basis van bepaalde feiten. Zou je iets willen meegeven aan andere mensen met autisme die nou moeite hebben om een baan te vinden of om een plekje te vinden? Doe wat jouw hartje zegt en doe wat jouw energie geeft. Ik vond het ook heel lastig om voor mezelf te beginnen, maar alles viel samen. En ik vond het een spannende stap, maar ik heb het gedaan en het is gewoon direct heel goed uitgepakt. Ik heb vanaf dag 1 eigenlijk nooit zonder werk gezeten en het is allemaal op me afgekomen. En als je zelf, wat ik op wel even wil afkloppen, maar want ik ben nog steeds dankbaar voor elke opdracht die mij aankomt. En af en toe denk ik er ook over na, wat als het nu stopt. Maar het stopt niet, het gaat vanzelf. Als jij er maar je liefde en je energie en je passie en alles erin stopt, dan krijg je dat ook wel terug. En zolang je het met plezier doet, is dat het belangrijkste.